Ik had het idee met Jan, omdat hij vrijdag toch hier was, dat ik even bij de Boccaccio voor ga zwemmen met hem. Ja, even gewoon lekker bij komen. Proberen. Even warm worden. Ja, bommetjes maken. Ja. Tussen die zeemeerminnen. Bommetjes maken. Maar, ga jij nou ook? Want dat is een beetje... Ja, tuurlijk. Jij gaat het ook doen. Ik ga dat ook doen, tuurlijk. Ik heb toch gezegd? Ah, jij hebt thuis een badje, maar dat is wel een beetje warmer, denk ik, dan die fontein, of niet? Maakt me geen reet uit. Nee? Nee, natuurlijk niet. Oh, zwembroekje aan, net als bij Peter van der Vorst en hup er zo in. Ja? Tuurlijk, maar joh, weet je... Kijk. Inmiddels gunnen zelfs Sjaak Zwart en... Dat was ook wel weer goed, die beelden van die Sjaak Zwart... toen die Locadia scoorde. Ja. Was dat goed dan? Wat was die boos? Sjaak, dan ga je dat toch ook niet zitten, joh. Kun je dat nou schelen, joh, hé? Hè? Nou ja, goed, hij feliciteert Feyenoord dan ook wel, maar hij heeft er wel een kleine kanttekening bij. Niet van harte. Nee, het is een kanttekeningetje. Ja, ik denk dat Feyenoord nu kampioen is. Gefeliciteerd daarmee. Kijk, de KNVB heeft de hele tijd al geroepen. Een paar mensen van Feyenoord moet kampioen worden, dit en dat. Maar ja, daar hebben ze goed aan meegewerkt. Maar goed, we blijven lachen. Ik hoop dat we de finale halen en dat we misschien winnen. Ja, komt er nooit helemaal in natuurlijk. Nee, maar Sjaak moet vooral Sjaak blijven. Ja.